Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is zaterdagochtend, ik moest even nadenken. Ik heb heerlijk vakantie en wij gaan zo ook lekker op naar Schiphol. We gaan naar Mallorca. Lekker 15 dagen genieten met z'n drietjes. Het is ook al eventjes geleden dat ik een video gemaakt heb. Mocht je me wat langer volgen. Ik heb een paar weken geleden een miskraam gehad. En daardoor besloten eventjes niet te filmen. Maar we gaan nu op vakantie en ik heb ook heel veel zin om de camera er weer bij te pakken. En jullie ook daarin mee te nemen. Ik moet zo nog eventjes daar een beetje de bende opruimen van de wee. Want hier is nog lekker aan het spelen. Mike is de auto aan het inpakken. En dan gaan we zo meteen Lux op weg brengen. Die blijft bij Mike's oma. En dan rijden we gelijk ook door richting Schiphol. Ik heb trouwens deze leuke box gisteren gekocht bij de Action. Daar hadden ze allerlei leuke kleurtjes van. Deze was €2,49. En die heb ik gevuld met allerlei lekkers voor in het vliegtuig. Goedemorgen, we zijn heerlijk wakker geworden in het hotel. Ik heb gisteren bijna niks gefilmd. Toen we naar het vliegveld reden hadden we file. En toen we bij het vliegveld aankwamen moesten we aan de ene kant moesten we de koffers inleveren. En helemaal aan de andere kant was onze gate. Dus we hebben echt heel Schiphol gezien. En toen we bij de gate aankwamen konden we gelijk het vliegtuig al in. In het vliegtuig hadden we het eventjes druk met Noé. Want iedere keer als de stewardess iets omriep door het vliegveld was zij lichtelijk in paniek. We hebben trouwens ook gevraagd of we even een riempje konden krijgen. Zodat ze tijdens het stijgen en dalen bij ons op schoot kon zitten. Ze heeft wel een eigen stoel, maar we merken gewoon dat zij dat prettig vindt. En dat mocht gelukkig. Dus ze heeft eigenlijk de hele vlucht bijna lekker geslapen. Laatste stukje werd ze wakker. Heeft ze nog lekker eventjes getekend. En toen begon de stemming van de stewardess. Toen was het eventjes weer mis. Maar over het algemeen hebben we een hele goede vlucht gehad. We hadden 71 kinderen en 16 baby's op de vlucht. Nou, dat was dus een hele goede kindervlucht richting Mallorca. Ik denk dat alle jonge gezinnen nu deze kant op zijn gegaan. We hadden snel de koffers. Ik heb trouwens ook al een tas gekocht op het vliegveld. Ga ik jullie straks wel eventjes laten zien. En onze transfer richting hier ging ook heel snel. Gisteren, toen we hier aankwamen, hebben we snel de koffers uitgepakt. En toen was het ook al donker. Ik heb jullie nog wel eventjes snel de kamer laten zien. En ik ga jullie vandaag ook gewoon lekker hierin meenemen. We gaan zo ook lekker ontbijten. Ik ben een beetje verkouden. Ik denk dat dat ook komt door de airco. Want dat zijn we natuurlijk niet meer gewend. In Nederland was het niet zo mooi weer. En straks gaan we zwemmen. We gaan zo nog wel eerst eventjes richting het dorpje hier. We verblijven trouwens in Calimero Fido Gardens. Dat heet voorheen Calador Gardens. En dat ligt in Calaigos. Dat ligt bij Calador. We moeten zometeen nog even wat water halen. Want dat kunnen we hier natuurlijk niet uit de kraan drinken. Zwembluisjes voor Noé en Mike wil eventjes kijken naar slippers. Dus dat gaan we zo meteen doen. En dan gaan we lekker naar het zwembad. Wat me hier trouwens opvalt is dat niemand aan een handdoekje leggen doet. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Het is trouwens nu 8:00 PM en er ligt ook nog nergens een handdoekje. Vorig jaar toen we op Mallorca waren lag echt overal al lange breed handdoekjes. En deze tas heb ik gisteren op het vliegveld gekocht. We
hebben lekker ontbeten. Echt mega veel keus. Ook voor de wees zaten zelfs allemaal kinderbordjes en bestekker liggen. We hadden dat wel meegenomen vanuit huis, maar dat is dus helemaal niet nodig hier. We lopen nu eventjes richting het dorpje. We gaan even wat water halen, zwembluis voor de wees. Maar ik ga kijken naar slippers. En ik voel me hier helemaal thuis, want ik ben hier echt al jaren op vakantie geweest. Het is ook wel een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Maar ja, toch heel fijn om hier weer te zijn. We zijn nog een beetje vroeg, de meeste winkels zitten nog dicht. Daar is wel een supermarktje open. Aan de achterkant zit ook nog een supermarkt. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Het zonnetje schijnt en dan gaan we straks lekker met dit kleine meisje zwemmen. En als we dan toch lekker aan het wandelen zijn, gaan we even gelijk langs leuke strandjes lopen. En even een rondje door de supermarkt op zoek naar zwemluiers. We zijn inmiddels terug uit het dorpje. Ik heb de zwemtas mee. We gaan even naar het zwembad toe. Maar ik ga je gelijk eventjes het hotel ook laten zien. Want als je uit onze kamer komt, heb je gelijk hier rechts een barretje, eetzaal en daarachter is de receptie. Gisteravond zag ik heel mooi uit met al die lampjes. En dan hebben we hier een groot zwembad. Je hebt ook van die baliebedjes. Die kan je huren voor 25 euro, maar je hebt ook gewoon prima andere bedjes. Het is echt heel rustig. Ze hebben hier gewoon van die mooie tuinen. En als je aan de achterkant bent van het hotel, daar lopen we denk ik nu eventjes zo naartoe. Dan heb je daar ook nog echt een heel kinderzwembad. Hier is dan nog eventjes het grote zwembad. Ziet er ook echt heel netjes uit. Het is ook echt nog wel rustig hier bij het hotel. En je loopt dan van hier een klein stukje straat over en dan heb je het Kids Aqua Park. Ik dacht eigenlijk dat het erbij op zou zitten, maar dat is niet zomaar goed. Het is echt een zebrapad oversteken en dan zijn we er. En dit is dan het aquapark. Daarachter heb je nog een barretje. Kunnen we lekker drinken halen, want we hebben alle cruises. En hier ook allerlei glijbanen voor Noé. We hebben vandaag een heerlijk dagje aan het zwembad gehad. Noé is echt wel 100 keer van de glijbaan geweest. Echt super fijn. En net lekker gegeten. En lopen nu weer door het dorpje. We gaan eventjes door de winkeltjes. En dan gaan we straks lekker ergens op het terrasje zitten. En genieten van een cocktail. Het ziet hier ook heel gezellig uit. Iedereen is lekker aan het eten. Wij hebben het al op. Hier zijn nog wat winkeltjes. Dan gaan we even langs. En ik denk dat we dan straks hier eventjes gaan zitten. Fijne cocktail drinken. Goedemorgen, het is maandagochtend en wij hebben het lekker gegeten en lopen nu met z'n drietjes naar het strand. We gaan dus elke ochtend eventjes een wandeling maken, hebben we besloten, want het zwembad die gaat pas om 10 uur open. Wij zijn natuurlijk veel vroeger wakker, dan gaan we lekker ontbijten en nou ja, vandaag dus besloten om eventjes langs het strand te lopen. We hebben gewoon nog de kleding aan, we gaan hier ook niet zwemmen. We hebben gewoon even lekker lopen met de voetjes in het water en dan gaan we straks, als het zover is, gewoon lekker naar het zwembad. En nog even lekker met de voetjes in het water. Dit is het strandje gelijk naast ons hotel. We zijn weer even op de hotelkamer. We gaan nu weer het badpakje aantrekken. En zelf ons vast op insmeren met zonnebrand. Maar ik wil jullie even wat delen. Want ik had van Mike een vakantiepakketje gehad. En daar zit onder andere dit in, Centaway. En we hebben dit dus net getest. Want we hadden natuurlijk de hele voeten onder het zand zitten. Het is een poeder dat ruikt naar kokos. Echt super lekker. Dat doe je dan op je voeten bijvoorbeeld die onder het zand zitten. Je klopt gelijk het zand eraf. Blijft niet plakken. Dus het komt van de Action. Dus echt een tip om mee te nemen op vakantie. Vooral als je veel naar het strand wil gaan. Maar ja, we hebben het net getest en het werkt dus echt. En we lopen weer op naar het zwembad. Noemi heeft haar eigen emmertje met spulletjes mee. Eventjes de straat over en we zijn er alweer.
We zijn lekker eventjes aan het wandelen. Onderweg is in slaap gevallen. Dat was ook ons doel. We hebben net ook al lekker geluncht. Zelf getrakteerd op een ijsje. Ik heb een Ferrero Rocher ijsje met karamel. Dat is super lekker. En we lopen nu langzaam rustig terug richting het hotel. Kan er weer nog eventjes doorslapen. En kunnen wij gewoon lekker eventjes rustig aandoen. We staan bij de halte voor de Ting Ting, want we gaan even met het treintje naar Calador. En daar zitten we dan in het treintje op naar Calador. Zitten we in het treintje? Ja. Leuk hè? We hebben heel fijn door Calador gewandeld. We hebben net lekker nog bij Lola's wat gedronken. En nu lopen we door de haven terug richting ons hotel. Het is ongeveer een wandeling van 40 minuutjes. Maar met dit uitzicht is dat geen enkel probleem. Overal van die bootjes. En hier aan de andere kant allemaal restaurantjes. En we hopen dat we nog weer lekker onderweg in slaap valt. Goedemorgen, dan gaan we weer een heerlijk dagje zwemmen. Inmiddels is het avond, we hebben een lekker dagje weer aan het zwembad gehad en lopen nu richting Calaigos. We gaan lekker gewoon hier in het centrum even wat eten. We hebben wel all inclusive, maar het is ook gewoon lekker om af en toe even buiten de deur te eten. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Morgen nog even weer een dagje aan het zwembad en vanaf dan hebben we 4 dagen een auto gehuurd. We gaan donderdag richting mijn ouders, die zijn namelijk ook op het eiland en dan is mijn vader jarig en die zit ergens anders. Dus die gaan we dan gezellig opzoeken. We zijn even een stukje gaan lopen, want we wilden uit eten, alleen er is een stroomstoring. Dus eventjes kijken wanneer er weer stroom is en dan gaan we lekker een hapje eten. Wij lopen terug naar het hotel, want er is nog steeds nergens stroom en in ons hotel hebben ze een noodaggregaat, dus we gaan daar lekker een hapje eten. We hebben lekker bij het hotel gegeten en kijken nu nog eventjes een show hier op het terras. Mike en ik zaten op ons balkontje keer op keer te doen, alleen ik gooide iets te hard met de dobbelsteen, dus Mike is nu naar beneden. Want hier beneden ligt de dobbelsteen. Goedemorgen, het is woensdagochtend. We doen net de gordijntjes open van onze kamer. We hadden echt zon verwacht. Maar het is echt mega bewolkt. Dus we gaan zo lekker eventjes eten. En dan hoop ik dat straks gewoon het zonnetje tevoorschijn komt. En omdat opa morgen jarig is en het toch slecht weer is, gaan we nog even een tekening maken. De tekening voor opa is klaar, die kan Noé morgen geven. We lopen nu weer door het dorpje, we gaan even naar de supermarkt. Het zonnetje begint trouwens te schijnen, dus dat is heel erg fijn. We moeten even nieuwe zwembuisjes voor Noé halen. En Noé mag snoepjes uitzoeken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. Welke snoepjes wil jij dan? Inmiddels is de zon weer terug en gaan we fijn zwemmen. We hebben vandaag alsnog een heerlijk dagje aan het zwembad gehad. De zon brak uiteindelijk toch nog goed door. En lopen nu weer richting het dorpje. Of we zijn al in het dorpje, want we gaan vandaag boven 2 wagen om lekker uit eten te gaan. En zo te zien gaat het lukken, want overal branden de lampjes weer. Dus we kunnen lekker uit eten. Goedemorgen, het is donderdagochtend. We hebben voor vandaag een auto gehuurd, want we gaan richting mijn ouders in Cala Rajada. Mijn vader is vandaag jarig, dus we gaan daar naartoe. We hadden het idee om in Calador de auto op te halen door middel van het treintje bij ons hotel te nemen en dan richting Calador. Alleen we wachten echt al een hele tijd op het treintje en hij is er nog steeds niet. En nu hoorden we van andere Nederlanders dat hij gisterochtend 2 uur lang niet heeft gereden. Dus we hebben besloten om de bus te pakken. Dus we zitten nu bij de bushalte te wachten en dan gaan we met de bus naar Calador. En dan gaan we vanaf daar de auto pakken richting mijn ouders. Wonder boven wonder zijn we toch met het treintje gegaan. We stonden op de bus te wachten en toen kwam het treintje voorbij. Dus hebben we besloten daarin te gaan, omdat dat natuurlijk net iets leuker is dan de wee. We zijn net uitgestapt in Calador. We lopen nu door het centrum richting de autoverhuur.
We zijn alweer een tijdje op weg. Noé ligt te slapen. Eigenlijk vooral sinds het moment dat we de auto in zijn gestapt. Dus die is straks goed uitgerust. En we moeten nu nog een kwartiertje en dan zijn we er. Het is mega rond. Maar goed, dat is natuurlijk de perfecte dag om lekker eventjes op pad te zijn. En het is natuurlijk sowieso gezellig dat we mijn ouders eventjes weer zien. We hebben een hele gezellige dag gehad met mijn ouders. Calarajada was ook super leuk. We waren er nog nooit eerder geweest, maar ik vond het echt een aanrader om naartoe te gaan. Ik heb best veel gekocht daar, maar dat ga ik jullie morgen even laten zien. Het is nu donker, ik weet niet of je mij überhaupt goed ziet. Dus dat doe ik morgen even. We hebben hier vanavond ook nog eventjes mee geweest. We zijn naar de kinderdisco geweest. Echt super leuk. Zoals het rennen vlog ik er ondertussen alle kanten op. Ik heb het ook niet gefilmd, maar dat ga ik andere keer nog wel even proberen om te filmen als dat lukt. Want ze vliegt dus alle kanten op, maar ondertussen dansen. En volgens mij vond ze het hartstikke leuk. Ik vond het in ieder geval wel echt heel erg leuk om haar zo te zien genieten. Morgen gaan we weer met de auto op pad. Willen we richting Pequera en richting Palma. Daar zijn we al wel vaker geweest. Maar we willen ook nog allerlei leuke strandjes in de buurt gaan bezoeken. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Straks gaan we weer lekker met de auto op pad. Ik heb vanmorgen al eventjes lekker gedoucht. Ik kan fris op pad. Vind ik ook wel heel lekker. We gaan zo eerst eventjes ontbijt voordat we weggaan. En ik heb allerlei leuke strandjes opgezocht die we straks eerst eventjes gaan bekijken. En dan gaan we richting Pequera. Dan gaan we even bij Niek en Daphne een ijsje eten. Want dat kunnen we natuurlijk niet overslaan als we op Mallorca zijn. En dan gaan we lekker naar Palma. Want ik ben gewoon verliefd op Palma. En dat vind ik gewoon leuk om eventjes bij de kathedraal te zijn. Gewoon lekker eventjes een beachtentje te pakken en dat soort dingen. Maar ik wil jullie nog eventjes laten zien wat ik gisteren gekocht heb. Ik heb de tas al even naast me neergezet. Ik ben bij de Alihop geweest. Onze favoriete winkel op Mallorca, maar ook vooral in Spanje. Daar heb ik niet heel veel gekocht trouwens. Daar hebben we een kabels gekocht in de auto. Dat is wat makkelijker met navigatie. Die hebben we thuis wel, maar zijn we altijd vergeten. Dus elk jaar zo, dan halen we weer een nieuw kabeltje daar. Maar ik heb ook echt een super toffe broek gekocht. Een linnen broek. Deze was 20 euro en hier aan de achterkant lekker stretch, maar ik dacht wel heel erg leuk voor de zomer. En precies ook op lengte, hè. Dat heb ik niet vaak, vooral niet in Spanje. Dan heb ik voor opdruk ook nog een heel leuk shirtje gekocht. Deze was bij een ander winkeltje, maar deze is dus van de Only, dus die hebben ze ook in Nederland, mocht je hem leuk vinden. Dat is dit truitje, korte mouw, wat wijde mouw. Met alle gaatjes erin. Ik heb deze in maatje M. Maar ik vond hem heel erg leuk op de broek staan. Ik dacht, nou, ik had de broek gekocht en toen heb ik die even in de winkel getrokken. Het shirtje erop en helemaal top. Toen heb ik ook nog een bikini gekocht. Bij dat winkeltje. En ik weet niet van welk merk dit is. Deze is van Isabel Mora. Een hele vrolijke bikini. Dit is hem. Met dit topje erbij. En ik heb nog één gehaald. Shirtje gekocht. Dat vond ik ook wel heel erg leuk voor op de broek. Maar ook voor een spijkerbroekje. Was echt een super leuk winkeltje. En dat is dit gehaakte vestje. Ik had hem daar eventjes over de bikini aangetrokken. Dat stond ook echt heel erg leuk. Maar ik denk ook heel leuk op de linnenbroek of een spijkerbroek of iets. En dat is alles in ieder geval wat ik gekocht heb. Ik dacht, ik wil het jullie toch even laten zien. Want ik ben er gewoon helemaal enthousiast over. Nu gaan we lekker eventjes ontbijten. En dan gaan we zo meteen op pad.
We hebben net 50 minuutjes gereden en zijn nu aangekomen bij Calapi. Hier is een soort oud vuurtorentje. Ik weet niet wat het is. Kasteeltje, ruïne. Geen idee. Dan gaan we kijken en dan lopen we naar het strandje. Mike is daar nog nooit geweest. Ik wel. Maar ik vind het gewoon een heel leuk strandje. Want de film Volle Maan is daar opgenomen. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus dan gaan we eventjes lekker zitten. Ik heb een banaantje mee. Even wat drinken. En dan gewoon even lekker niks. En deze vakantie is het echt een dingetje, want Marie wil de hele dag mijn hand vasthouden. Ik vind het echt heel gezellig. Wij zijn aangekomen in Pequera. Het voelt gelijk weer heel vertrouwd. Mike is eventjes nog een schoon luier aan het doen. En ik loop eventjes naar de Mercadona. Want ik had aan de vorige vakantie een heel lekker geurtje gekocht. En echt mega goedkoop. Maar hij is bijna op. Dus ik ga eventjes wat inslaan. En dan lopen we achter even het centrum in. Gaan we naar Daphne en Niek. En dan gaan we daar lekker even een ijsje eten. Mocht je afvragen welk geurtje ik gekocht heb, dit is hem. Het is 1,70 euro. Het zijn ook van de kleine flesjes, maar ik heb ook gelijk maar 4 meegenomen. Want dan heb ik er weer wat in huis. We zijn er, dus we gaan nu lekker eventjes genieten van een ijsje. Heel lekker schaam. We zijn aangekomen in Palma. We hebben net de auto geparkeerd en lopen nu eventjes naar een strandtentje. Het strand is echt super mooi hier. We gaan een strandtentje zoeken onderaan de kathedraal. Ik woon een heel fijn plekje en ik zag dat daar ook weer een marktje is, dat wisten we niet. Maar ik vond het vorige keer ook heel leuk, want dat is gewoon heel lekkere smoothies en dat soort dingen. Dus daar gaan we straks dan ook gewoon nog eventjes langs lopen. We zijn weer terug op de hotelkamer. Ik ben helemaal oververhit, maar we hebben zo'n leuke dag gehad. Net nog eventjes lekker gegeten hier en we zijn nog even bij de kinderdisco geweest. En nu is het tijd voor haar om te gaan slapen. Ik ga bij deze ook de video afsluiten. Volgende week zie je nog een hele week van ons op vakantie, want we hebben nog iets van 8 dagen hier. En we gaan dus nog volop genieten, maar dat zie je dan in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot dan!